Yes. Goedemorgen, een nieuwe koffiebreak vandaag met twee mensen en een hoop koptelefoons en een microfoon. Daar moet je heel voorzichtig mee zijn, want die neemt echt al het geluid op. En ook nog een mengpaneel, want de vraagbaak gaat verder. De vraagbaak gaat nieuwe dingen ontdekken en dat zijn podcasts. En ik heb Jurjen en Sander gevonden via via. En die zijn daar al een tijdje mee bezig en hebben daar ook voordelen van ontdekt. En daar ben ik natuurlijk buitengewoon nieuwsgierig naar. Heren, Jurjen, wil jij je eerst even voorstellen? Ja, zeker Petra, bedankt. Mijn naam is Jurjen Kingma. Ik ben docent aan NL Stenden Hogeschool in Leeuwarden. En ik doseer onder andere onderzoeksvaardigheden. Ik ben stage- en afstudeerbegeleider. En ik geef taalgerelateerde vakken zoals Nederlands en schrijven. Oké, en Sander? Ja, nou, ik ben een directe collega van jullie en wij maken dan ook samen de podcast, dus vandaar. Maar ik ben dus ook docent aan de studie Integrale Veiligheidskunde bij de NL Stende. En mijn achtergrond is eigenlijk vanuit sociologie en in die zin ook zijn we bezig met veiligheidsgedrag eigenlijk. En denken we daarover na hoe wij eigenlijk mensen wat veiliger kunnen laten gedragen. En gezien de rellen van de afgelopen tijd is er nog wel wat te winnen, om het zo maar te zeggen. Je hebt gewoon een heel actueel vak op het moment. Ja, zeker. En je krijgt heel veel inspiratie, vrees ik. Ja. We gaan het hebben over podcast. En dat betekent dat we nu ook deze video gaan stoppen. Want ja, een podcast moet je weergeven als een podcast, denk ik. Dus tot zo bij de podcast.